Muscles make up about 40% of our body. They make us move, they make us breathe. My research group is fascinated by how these muscles function. One of our goals is to unravel the mechanisms of muscle disease and how genetic defects cause muscle disease. If a muscle contracts, then you have all these little wheels that connect to each other. And we know that some genetic defects can lead to a dysfunctioning of one of these wheels. And if that happens, the whole clockwork falls apart. So it can be a very small genetic defect that can have massive detrimental effects on muscle structure and also function. Ik ben geboren met een onbekende spierziekte. Ik kon niet zelf slikken en ademen. En dat is gelukkig in de loop van de jaren verbeterd. Ik weet niet hoe het is om zonder spierziekte te leven. Maar als ik me met anderen vergelijk, omschrijf ik het meestal als dat ik minder kracht heb en daardoor alles meer energie kost. En daardoor heb ik last van meer spierpijn en vermoeidheid dan anderen. What makes this research unique is that we collaborate with clinicians who provide us with biopsies. So we can study patient cells, take out the parts that are defected, replace them with healthy parts and see whether that restores function. Ik vind het supergoed dat het onderzoek hier wordt uitgevoerd. Een aantal jaren terug hebben ze bij mij een genafwijking gevonden en nu weet ik wat de oorzaak is van mijn spierziekte. Ultimately, we hope to contribute to the development of treatments that improve the daily life activities of patients. Uiteindelijk heb ik wel een kinderwens en nu weet ik dat IVF die afwijking uit kan sluiten. En dat geeft wel hoop.